We gaan door met de toetsenborden van Razer. Jazeker, want Razer poept er echt producten uit, wil je niet weten. Soms dan hebben ze iets nieuws en dan denken ze van, oh, dat is een goede nieuwe technologie of een nieuwe form factor. En dan gaan we dus al onze oude producten in overhevelen. En dat doen ze dus ook met de Black Widow Elite. Hoeveel Black Widows zijn er inmiddels al geweest? Ik wil het niet weten, want het zijn er waarschijnlijk echt te veel. Maar goed, we hebben natuurlijk de Black Widow Chroma V2 een tijdje terug al behandeld. En recentelijk nog de Razer Huntsman Elite. En dat was natuurlijk het nieuwe optisch-mechanische toetsenbord wat helemaal high-end is. En dit zit er eigenlijk net tussenin. Dus je krijgt nog steeds een regulier mechanisch toetsenbord, maar dan wel met de form factor van Razer's nieuwe Huntsman Elite of Huntsman. Dus dat is gewoon met een mooie, je ziet het al, wat media controls erop en een mooie aluminium geborstelde mooie plaat zo. En natuurlijk die ouderwetse goede polsteun die we ook kregen met de Black Widow Chroma V2. En we hebben ditmaal de groene switches van Razer, dus dat zijn de clicky en tactile. Dus dat zijn die hele typische. God, heb je ze ooit niet eens een keer bij Discord bij je vrienden gehoord? Je denkt van, hé, ik hoor op de achtergrond iets. Zijn dat niet toevallig die klikjes? Want ze zijn heel erg herkenbaar. We gaan hem binnenkort behandelen op gamersnet.nl, maar niet voordat we hem natuurlijk gewoon even unboxen. En meestal heeft Razer van die lipjes die je er heel makkelijk afjankt. En dat is in dit geval niet zo. Daar gaan we. Dat is alvast één. Ik vind die nieuwe lipjes beter. De high-end lipjes. Right, het toetsenbord is er en dat zie je hier ook al mooi natuurlijk weer in de drie standaard uitvoeringen van Razer switches. En ja, het zijn niet echt Razer switches, ze worden door iemand anders gemaakt, maar in samenwerking met Razer. Maar goed, je hebt hem dus inderdaad met de clicky en de tactile. Je hebt hem alleen tactile en je hebt hem helemaal lineair, zodat je niks voelt. Want dat vinden sommige mensen ook fijn, dat is fijner met typen vaak. Hoe dan ook, we gaan hem unboxen. Dan zie je, komt hij weer mooi zo uit zijn verpakking. Welcome to the cult of Razer. Het is weer terug hoor, de slagzin die ze er altijd in gooien. Wat het altijd net iets te eng maakt om een Razer product te kopen. Dat je zoiets hebt van, gaan we met z'n allen nou Kool-Aid drinken of hoe zit dat? Maak je hem hier open, dan zie je ook mooi dat daar dus... Oh, ik dacht meestal zitten daar de kabels, maar dat lieg ik nu. Dat zit nu hier. Bam! Het toetsenbord zelf is vrij herkenbaar in hoe het oogt natuurlijk ten opzichte van de ouderwetse Black Widow en natuurlijk de Huntsman Elite. Deze doos gaat even aan de kant en ja, ik weet het, er zitten ook stickers en literatuur in, maar willen jullie die echt zien tijdens unboxings? Willen jullie echt zo, zeg maar zo van, oh wauw, kijk, Tom haalt een boekje eruit. Super interessant. Ik snap sowieso soms niet de appeal factor van unboxings, maar helemaal niet als het over die boekjes gaat. Hoe dan ook, even die mooie rubberen bumpers er vanaf en dan kunnen we hier ook, tadaa, het toetsenbord zo mooi loshalen en chapeau, of wat moet ik zeggen, voilà, een ander Frans woord, hier is ook de polsteun. En dit is niet de polsteun die je kent van de Huntsman Elite of van de Huntsman, dit is echt de polsteun die we nog kennen van de Black Widow Chroma. Ik geloof, als ik het bijna ongeveer hetzelfde, ik denk dat die er ook gewoon op zou passen. En je ziet het dus al mooi met het geborstelde aluminium. Het lijkt niet geborsteld, het is gewoon aluminium, maar dit is dus wel zeg maar het reguliere Black Widow layout en hoe je het weet van het gevoel en hoe je het kent zeg maar met die klikjes en dergelijke. Maar dus nu ook met mediatoetsen en een mooi scrollwiel voor je volume met een mooie mute erop. En die is ook allemaal RGB, dus deze zijn ook RGB. Dit is RGB en al die toetsen ook. En om dat even aan te tonen, waarom gaan we niet even een laptop erbij pakken en het ding aansluiten? Nou, daar heb je hem dan. Met RGB-verlichting en wel. 16,7 miljoen kleuren. Je kent het inmiddels wel. Het is volledig RGB. En dus nieuwe soort van boxed switches hebben ze er dus op zitten. Ik weet niet waarom specifiek ze tegenwoordig allemaal voor boxed gaan. Maar dit schijnt beter bestend te zijn tegen bijvoorbeeld water en vuil en dergelijke. Door zeg maar de specifieke switch soort van in te bouwen. Dus als het goed is, zou je hier ook gewoon een glas water overheen moeten kunnen gooien. En er gebeurt verder niks. Ik ga het alleen niet proberen, want... Ik hou dingen graag heel. Hoe dan ook, er zijn een aantal dingen die meteen al opvallen hieraan naast zeg maar, die box switches. Je hebt natuurlijk een joekel van een kabel. Dat vind ik sowieso al een dingetje, want dat is natuurlijk ook weer het geval. Je kunt hier weer daadwerkelijk je pass-through opgooien van USB en van een microfoon of een headset en dergelijke. En dat is al mooi om te zien, want dat hebben we eigenlijk met de Huntsman Elite een beetje gemist. En het is wel weer mooi om te weten dat ze dat dus wel weer terugbrengen met de Black Widow. Ook is het natuurlijk wel een dingetje. Ten opzichte van de Huntsman zie je dat de polsteun niet verlicht is. Dus als je, dat heeft trouwens ook alleen maar de Huntsman Elite. Maar als je een verlichte polsteun wil hebben, dan moet je natuurlijk bij het ultieme paradepaardje aankloppen en niet bij de Black Widow. Maar sowieso het feit dat deze polsteun erop zit vind ik al heel mooi, want het is een hele goede polsteun. En natuurlijk hier achterop zie je natuurlijk, er is weer wat kabelmanagement aanwezig. En ze hebben dus de dubbel traps switches meegenomen. Of de dubbel traps soort van standjes. Dus je kunt zelf zeggen van hoe erg je hem gekanteld wil. Daar zijn dus gewoon drie standen voor. Vind ik persoonlijk wel netjes dat dit een soort van de nieuwe standaard wordt. Ik snap hem. Maar goed, nee, het is mooi om te zien dat je daar wat meer keuze in gaat krijgen wat betreft je toetsenborden en hoe hoog je hem wil hebben. Dat is ook wel belangrijk, jongens. Je moet ergonomisch een beetje verantwoord zijn. Je moet geen RSI krijgen midden in je spelletje. En natuurlijk, ik vind het mooi om die media controls terug te zien. Ik zei het al. Razer heeft het jarenlang niet gehad eigenlijk. En nu komen ze er eigenlijk weer een keer op terug van, hey, weet je wat, hier heb je gewoon een scrollwiel dat gewoon direct werkt met Windows. Of waar je het ook op in wil stellen. Ik bedoel, je kunt ook je brightness van je laptop ermee aanpassen. Het is natuurlijk allemaal in te stellen met Razer Synapse 3. Want natuurlijk, het is een nieuw product, dus werk compleet op Razer Synapse 3. Razer Black Widow Elite Cost.
180 euro. Razer Black Widow Elite kost 180 euro, dus het is daarmee natuurlijk wel weer een soort van topsegment. Maar daarbovenop heb je dus nog die Huntsman Elite als je daadwerkelijk ook verlichting in je polsteun wil. En je wil optische switches ten opzichte van mechanische switches. En ja, de mechanische switches zijn dus ook weer vernieuwd bij Razer. Dus ze zijn nu meer tournament grade, zoals ze het zelf noemen. 180 euro voor dit toetsenbord, ultieme high-end. Dat zei het dan niet net daarboven de Huntsman Elite. Maar hoe dan ook, we gaan hem binnenkort behandelen. Heb je er vragen over de Black Widow Elite? Zijn er bepaalde dingen die je wil weten over de toetsen? Over de polssteun, over de verlichting. Laat het ons weten, dan kunnen wij op pad gaan om het allemaal te gaan ontdekken in natuurlijk Gamers & Gear. En met een geschreven review komt er allemaal aan binnenkort op gamersnet.nl. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. Sorry voor alle unboxing ongemakkelijkheid die je van ons gewend bent. En tot snel op gamersnet.nl.